ben Dinanda Rozenboom en ik ben met via collega's eigenlijk op het pad gekomen bij Ingrid Stoop. En heb de eerste 3 dagen van haar matrixmethode training gevolgd. En ik ben eigenlijk zo verbaasd en zo enorm enthousiast dat wat mijn collega's al in het werkveld gebruikte met hoofd opruimen, met mensen die angsten of paniek en mensen met trauma. Fysieke klachten. Door op relatief eenvoudige wijze, dus zonder hele complexe gesprekstherapie of zonder heel veel confrontatie, op een relatief eenvoudige wijze je mensen gewoon eigen regie teruggeeft in het oplossen van dit soort problemen. En hun enthousiasme was aanstekelijk en ik volg dus nu die training en ik ben echt super enthousiast en verbaasd over hoe het werkt. Ik heb nu een paar keer al een vol hoofd op mogen ruimen bij of mijn kinderen of collega's. Ook bij mijzelf. Dus ik ben het ook zelf ondergaan. Ik heb het ook echt zelf ondergaan. En toen was ik om. En ik zou echt willen aanraden van, loop je in je vak tegen langdurige gesprekken aan waarvan je denkt van, nou, we komen niet verder. Dan zou ik zeker, zoals of in de GGZ, waar ik zelf werkzaam ben, mensen die gewoon worstelen in hun hoofd, echt deze matrixmethode van Ingrid Stoop, een enorme deskundige vrouw, echt aanraden. Prachtige locatie dus. Aan de matrixmethode. Echt, ga het inlezen, ga de website zoeken en komen. Maar zonder dat het een reclamefilmpje wordt natuurlijk. Hè? Wat heb je hier het meest geleerd? Wat is het meest onderscheidende wat je hier bent tegengekomen, wat je nog niet wist? De eenvoudige wijze om mensen de regie terug te geven over het functioneren van hun brein. Dus gewoon dat mensen de regie krijgen om hun eigen brein weer in te richten, zodat het weer voor hun werkt. En moeten ze het verhaal vertellen? Nee, zij hoeven niet het verhaal te vertellen. En dat is de kracht. Want je belast ze niet met een enorme zware herbeleven of het weer moeten vertellen van hun problematiek. Nee, helemaal niet. En dat is wel wat me verbaast. Ja, dus ik ben blij dat Ingrid al die informatie deelt. En ik ben blij met jou. Oké.